Ergau al intigge bizar geruchten over Marz van der Linden en de Brondarvan is de kikti verhit rodelprat. Na in rix van pitisch rodels vertrok hi an het begin van des maum plotseling met stille trombi RTL Boulevard. Hi ontken de te zijn ontslagen, maar merkwaardig genoeg werd hem geen afscheid in het programma zelf gegund. Wil mensen zullen de rodels over Marz in middels wel hebben migekregen. Volgens Rodelprat is de royaltykenner in fervent gebruiker van cocaine en crystal meth en organizert hi behoerlijk pikante feestjes, waar van ook in filmpje is uitgelekt. Daar zou zijn vertrek bij RTL Boulevard mite meiken hebben. Yvonne Koldiwei je mengt zich nu ook in de geruchten strum. Sie melde gisteren an het eind van de middag op haar juskanal, Marz van der Linden schind vannacht of vanochtend te zijn opgepakt voor bedreiging, afpersing. Hij zou momenteel achter de tralies zitten. RTL Boulevard, Chauvinus Telegraaf, kunnen jullie dit nabellen? Thanks bitches. Het is duidelijk dat RTL Boulevard inmiddels helemaal heeft gebroken met de politie om oud collega's de hand boven het hoofd te houden, want het programma slingerde het nieuws over Marz gisterenavond direct de huiskamers inaczej. Luuk Aiking an het eind van de uitzending, we gaan ook even terug naar Yvonne Koldiwejje, daar is ze weer. Ze heeft namelijk nu in post geplaatst op haar stories en dat is best wel in heftig bericht, namelijk dat Marz van der Linden, we kennen hem hier allemaal, vannacht of vanochtend is aanschouden op verdenking van afpersing en bedreiging. Het is volgens Luuk natuurlijk in Biza Verhal. We hebben het even na proberen te bellen. Marz heeft geen manager en is zelf niet bereikbaar. Zijn zus hebben we gesproken, maar die wil geen commentaar geven. We hebben ook de politie gebeld en die verellen ons wel dat woensdag het huis van in 52 jaar age man is doorzocht. Hij verwocht, die man is aanschouden en vandaag weer geëngezonden op last van de officie van Justity. De politie wild verder niet verellen waarvoor die man is aanschouden. Wat precies het verhaal is, weten wie ook niet, maar het is wel heftig. Chauvinus heeft de politie ook om in reactie gevraagd en de officiële verklaring luidt als volgt, woensdag is in inlopend onderzoek in woning doorzocht van in 52 jaar age man. Des man is gisteren ook aanschouden als onderdeel van dat onderzoek en vandaag na verhoor op last van officie van Justity weer vrijgelaten. De verklaring werd gisterenavond laat opgelezen door Bart Etekoven. Tijdens het oplezen van het politiestatement sprak hij opeens het woord mishandeling uit. Oh sorry, er lag nog in kartje van Glenys Grace. Marz heeft in kolem in de weekend het tichtschrift van Bart. Ik moet zeggen, het kwam voor mij ook als donderslag bij helder hemel. Ik wist helemaal van niks. We hebben toen wel met in ook even de politie gebeld, want Marz was in groot deel van de avond onbereikbaar voor commentaar. Zijn advocaat nam ook niet opus. Uiteindelijk liet Marz alsnog van zich horen, aldus Bart. Marz was dus lange tijd niet bereikbaar en uiteindelijk heeft in collega van Chauvinus hem aan de lijn gekregen en hij heeft laten weten, ik zit niet vast hoor. Groet, Marz van der Linden. Maar de avond ervoor wel? Marz hult zich op sociale media in Stiswegen.